over de biologie van verliefdheid is eigenlijk weinig bekend. En dat hangt er misschien mee samen dat je een mop niet moet uitleggen. Want als je er echt over gaat nadenken, dan is verliefdheid natuurlijk alleen maar bedoeld om je DNA veilig voor te planten. En daar is weinig romantisch aan. Nou, daar is grappig genoeg heel weinig over bekend. Dus er wordt al duizenden jaren onderzoek gedaan naar door de alfawetenschappen, dus de filosofie en de psychologie. Maar ook dichters, schrijvers, toneel en later film natuurlijk, hebben heel veel over verliefdheid geschreven. Maar de neurowetenschappen eigenlijk nog relatief weinig. Bij de mens is wel gevonden met MRI-onderzoek met name, dat bepaalde hersengebieden geactiveerd worden. Met name een gebiedje wat je noemt de hypothalamus, en daar zal Lisbeth van Rossum meer over vertellen. En dat gebiedje is betrokken bij seksualiteit. Dus seksualiteit heeft wel degelijk te maken met verliefdheid, ook al heet het romantische verliefdheid. En andere gebiedjes die juist geremd worden, zijn bijvoorbeeld de voorste hersenschors, waar normaliter de plannen worden gemaakt en de logica als het ware gezeteld is. En als die geremd wordt, kan je wel voorstellen dat ze zeggen, liefde maakt blind. Daar is helemaal weinig over bekend, maar wel is bekend dat dopamineafgifte in een gebiedje wat noemen we de nucleus accumbens, zie je bij verliefdheid, maar dat zie je natuurlijk ook bij heel veel verslavingen aan nicotine, cocaïne en dergelijke. Dus er zou een soort verband kunnen zijn. En je ziet dat serotonerg systeem wat uitgeput kan raken, wat je ook ziet bij dwangstoornissen. Dus het dwangmatig gefocust zijn op die geliefde zou daar een relatie mee kunnen hebben, maar daar is minder over bekend. Als mensen uit elkaar gaan, dan zien we met name bij degene die verlaten is, in de hersenen wel een patroon wat lijkt op dat van depressie. En dat heeft eigenlijk te maken met een rouwreactie, wat ook weer een biologie waarschijnlijk heeft, want alles wat je onthoudt heeft een wat we noemen representatie in de hersenen, in de vorm van bepaalde verbindingen tussen bepaalde zenuwcellen, anders kan je het niet onthouden. Maar je kan je wel voorstellen dat iemand waar je verliefd op bent een hele belangrijke persoon is om te onthouden. Dus dat die heel veel connecties in jouw eigen hoofd heeft. Dus jij bent op dat moment eigenlijk voor een deel die ander. En als het dan uitgaat, dan moet je al die verbindingen in je hoofd losknippen. En dat is de biologie van rouw mogelijk.